Wat doet een burgemeester nou? Want het gemiddelde publiek denkt aan linten doorknippen en openingen. En, nou, dat valt er zwaar tegen. Het is maar 5% van mijn werk. Die representatie, vaak kost het me wel het weekend. Want in de weekend ben je dan meestal toch daar wel voor gevraagd. Maar het grootste deel van het werk is toch intern management, om het met een mooi woord te zeggen. Je bent eigenlijk een beetje de voorzitter van het bedrijf. Voorzitter van de raad van bestuur, dus collegevergaderingen, raadsvergaderingen. Maar burgemeesters zitten ook in regionale overleggen, regionaal college, omdat we de politie aansturen, regionaal bestuur van de brandweer, om maar een paar voorbeelden te noemen. En ja, dat kost heel veel vergadertijd. Toen mijn kinderen klein waren en er werd gevraagd, wat doet papa? Koffie drinken. Dat was een beetje hun beeld, want bij vergaderingen drink je koffie en wat hij verder doet, dat weten we echt niet hoor. Nee. Het klopt ook wel een beetje. Ja, je maakt veel mee, want ik had het net over vergaderingen. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is ook nog mensen spreken en contact hebben. Dus mensen die bij je langskomen of jij komt bij hen langs. Iets wat ik zelf altijd leuk vind, is niet echt één hoogtepunt, maar het zijn een heleboel. Dat zijn die 60-jarige huwelijken of die 100-jarigen die je dan bezoekt. Het zijn toch hele kleine persoonlijke dingen. Je bezoekt die mensen, zij kijken op tegen de komst van de burgemeester. Nou, ik ben ook maar gewoon een mens. Maak een babbeltje en dan zeggen ze aan het eind van het gesprek, en dat vind ik altijd geweldig. Ja, het was toch een leuk gesprek. Fijn dat u zo gewoon bent. Nou, dat ligt voor mij natuurlijk heel erg voor het oprapen. Maar die mensen stel je gerust. Zij stellen het op prijs dat je langskomt. Ze kunnen een verhaal vertellen. Ik stel wat vragen, je maakt wel grapjes. Over het algemeen zijn het leuke bezoeken. Ja, en dan zijn er nog van die andere momenten dat je mensen bijvoorbeeld mag verblijden met een koninklijke onderscheiding. De reactie van de een is nog leuker dan de reactie van de ander. Maar het zijn dus vaak ook hele gewone dingen. Als iemand bij mij komt met een probleem, dan denken ze vaak de burgemeester, die is de baas, die heeft het voor het zeggen. En die lost het allemaal voor me op. Dan zijn ze al bij een medewerker geweest, bij een wethouder en misschien ook bij een raadslid. En het probleem is dat ik natuurlijk gewoon niks te vertellen heb inhoud. Dat denkt iedereen wel, maar ik ben de voorzitter van het team, van het college en de voorzitter van de raad. Maar als die raad of het college niks wil, ja, dan sta ik met lege handen. Ja. En de kunst is, dat vind ik echt de kunst, om moeilijke dingen toch te helpen oplossen. En als iemand met een moeilijk probleem langskomt, waar die eigenlijk al bij een heleboel gesloten deuren is geweest, en het lukt me dan toch om het probleem op te lossen, ja, dan ben ik wel blij. Dat kan je niet van de daken schrijven, staat niet op de voorpagina van de krant. Vaak is het ook een individuele kwestie. Maar dat vind ik wel geweldig, als het me dan toch lukt. Nou, de raadsvergadering, die zit je voor met keten. Uitreiking van koninklijke onderscheidingen, officiële ontvangst, toespraken. Als de majesteit of de majesteit langskomt of iemand van koninklijk huis, dan draag je hem. Formele recepties en openingen. Daar waar ik echt namens de gemeente of namens het Rijk een officiële handeling verricht. Ik probeer wel een beetje rekening te houden met het publiek. Sint-Nicolaas is ook zo'n ontvangstmoment. Maar als ik iets bijzonders met kinderen heb, bijvoorbeeld de voorleesdag, één keer in het jaar, de voorleesochtend, neem ik hem ook mee, want dan zit ik ergens bij een groep peuters of kleuters. Ja, die...